Aan de tentoonstelling werkten tientallen instanties en organisaties mee uit Nederland en Suriname. Het is in feite de Surinaamse geschiedenis in vogelvlucht. En het begint bij de inheemse, de oorspronkelijke bewoners. De komst van de Europeanen en natuurlijk de slavernij. Ik zie hier op de eerste regel de slaaf Adriaan, eigendom van plantage Rozenburg. Er staat letterlijk geschreven, heeft zich gedurende de tijd van 5 maanden met andere weggelopen negers opgehouden. Dus dit is een slaaf die wegloopt van de plantage, die gestraft wordt. En de straf is dan 30 zweepslagen. Volgens Karl Harnack, die stukken uit zijn persoonlijke collectie in bruikleen gaf, is dit soort papieren erfgoed onmisbaar. Er staan hier honderden gevallen van slaven die gestraft worden. Ja, die koloniale verslagen die zijn vanaf het begin van de 19e eeuw tot in de 20e eeuw zijn bijgehouden. Als je de geschiedenis wil begrijpen, als je wil begrijpen hoe het leven zich van alle dag, hoe zich dat afspeelde, dan moet je ook naar dit soort bronnen kijken. Naast dat er ruimte is voor alle etnische groepen die in Suriname leven, is er een aparte hoek voor de Afro-Surinaamse klederdracht, de kotto. Christine van Russel-Henaar van het Kotto Museum in Suriname heeft voor de gelegenheid zelfs de kotto van haar overgrootmoeder meegenomen. Hoe oud is dit? 1898. Mijn overgrootmoeder is geboren in 1867. En ja, ze heeft altijd eigenlijk kotto's gedragen, dus ze was een kotto-missie. Het verhaal van de kotto is in feite het verhaal van Suriname. Want de vrouwen die de kleding zelf ontwierpen, lieten zich vaak beïnvloeden door de wereld om hen heen. Nou, als ik kijk naar de jakkies zijn de blouses, dan zie je dan dat ze eerst heel kort waren. Je ziet die jakkie gelang de tijd ook meegroeien. De eerste rechters in Suriname, die toga. Dan zie je inderdaad die jakkie ook veel langer worden. Niet alleen de kleding van rechters was van invloed. Er zijn zelfs hoofddoeken gebaseerd op autobumpers. Eigenlijk de eerste auto's die in Suriname reden. Die vrouwen raakten ook daardoor geïnspireerd. En bonden een beetje die achterkant, die bumper. En dat heet dan een otobaka. En dat is deze hoofddoek. En het is de langst gedragen hoofddoek. Bijzonder aan de expositie is de grote hoeveelheid objecten die er te zien zijn. Veel daarvan komen uit het Tropenmuseum. Curator Wayne Modest benadrukt dat aandacht voor Caribische culturen op deze manier en op deze schaal in musea niet vaak voorkomt. In this part of the exhibition is dedicated to the daily life of a lot of the indigenous peoples of Suriname. And you're looking at a set of basketry. This particular one, the matapi, is something that is used for cassava. So what you do is that if you pull it, it gets smaller. And once it gets smaller, the wet cassava, grated cassava, the sap comes out. Volgens Modest moet een tentoonstelling over de koloniale geschiedenis van een land niet alleen gaan over onderdrukking en geweld, maar juist ook over positieve dingen. But it is also important, I think, for us to also show the ingenuity, the creativity. We feel that it is important to also continue to speak about people's hopes and people's joy. And that exists in these collections. People's creativity and what they made.